Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb de favorieten van mij voor jullie. Het gaat altijd zo snel, die maanden, dat het altijd al heel snel weer tijd is voor een favoriete video. En de producten van juni stapelen zich ook alweer op. Dus het is ook hoog tijd dat ik deze video ga opnemen. Dus ben je benieuwd welke producten ik van de maand mei nou heel fijn vond? Zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik begin even met de mascara van Catrice. En dit is de Glam & Doll Curl & Volume Mascara. Ultra Black & Curled is deze mascara. Hij heeft een paarse verpakking. Hele fijne mascara. Er kwam echt volume af. De krul zag ik niet heel erg, moet ik zeggen. Maar de volume wel. Nou moet ik ook altijd zeggen, ik gebruik altijd een wimperkruller. Dus... ja, ik heb sowieso dan altijd al wel een beetje krul. Maar het zou dus nog meer krul geven met deze mascara. Nou ja, goed, dat zag ik dus niet helemaal. Maar ik vind het over het algemeen altijd hele fijne mascara's, die van Glam & Doll. En hij heeft zo'n borsteltje. Het is een beetje een gebogen borsteltje. Dit is een heel fijn borsteltje. Ik hou van dit soort borsteltjes. Het is niet echt een... plastic borsteltje, maar wel echt een borsteltje met veel haartjes en die ook een beetje meebeweegt. Dat vind ik zelf prettiger. Ik hou dus niet van die plastic borsteltjes, maar dit borsteltje vond ik heel fijn. En ik vond het resultaat wat deze mascara aan mijn wimpers gaf ook heel erg mooi. Dus ja, met deze mascara ben ik heel erg blij. Dan heb ik een nagellakje van Essence en dit is de Brushed Metal Nail Polish. Het is een roze lakje. Ik heb hem in de 04 It's My Party. Het is een heel mooi nagellakje met een heel subtiel glittertje erin. Echt een heel erg mooi effect. Hij blijft niet super lang zitten, maar ja, dat ben ik intussen wel gewend van de low budget nagellakjes. Maar ik vond het kleurtje gewoon heel erg leuk en ook het effect wat hij gaf was gewoon heel erg tof. Dus vandaar dat ik hem wel bij de favorieten heb zitten. Dan heb ik een concealer van Catrice en dat is de HD Liquid Coverage Precision Concealer in een hele smalle huls. Ik heb hem in de kleur 010 Light Beige. En het bijzondere aan deze concealer is uiteraard het smalle applicatortje. Die ziet er zo uit, waardoor je heel precies hiermee kunt werken. Je kunt precies plekjes... waar je normaal moeilijk bij komt, heel makkelijk bij komen. Denk aan de lijntjes van je neus of bij je ogen bijvoorbeeld. De dekking is ook eigenlijk best wel goed. Ik moet wel zeggen, ik moest wel meerdere laagjes aanbrengen. Doordat het kwastje wat dunner is, breng je niet gelijk een hele dikke laag aan. Dus als je daar wel van houdt, moet je echt meerdere laagjes aanbrengen. Maar het kwastje is wel heel erg fijn wat hierbij zit. En ja, ik was er wel heel erg enthousiast over. Hij belooft ook lang te blijven zitten. En dat merk ik ook wel, dat hij gewoon best wel lang houdt. Dus een hele fijne concealer. Dan heb ik een lippenbalsem. En deze is van de HEMA. Dit is de Raspberry Lip Balm. Een hele fijne lippenbalsem, heeft een roze kleurtje. Ruikt zo lekker. Ik kan er echt aan blijven ruiken. Verzorgt voor mijn lippen eigenlijk best wel goed. Ik vind het een wat vettere lippenbalsem en daar hou ik wel van. Vooral voordat ik ga slapen bijvoorbeeld vind ik dit soort lippenbalsems heel fijn. Want ik breng ze ook aan voordat ik ga slapen. En dan vind ik een goede verzorging heel fijn, zodat ik de volgende dag gewoon... niet zo last heb van hele droge lippen of velletjes. En dat deed deze lippenbalsem. En de geur is gewoon heel erg mooi meegenomen. Dus dit is een hele leuke lippenbalsem van HEMA. Dan heb ik een Liquid Luminizer Strobing Pen. Deze is van Catrice. Staat er ook een kleur op? Ja, ik heb hem in de 010 Sleeping Beauties Rose. Het gaat om deze strobing pen. Heeft zo'n harig borsteltje, zeg maar. Je draait de highlighter eruit door middel van hieronder aan te draaien. Dan komt de highlighter hierboven uit. Het werkt een beetje als wat je vaak bij concealers ziet. De kleur was echt heel erg mooi. Niet super opvallend. Nog best wel een beetje subtiel, maar daar hou ik ook wel van. Soms vind ik het fijn om een hele opvallende highlighter te gebruiken. Maar ik vond het ook wel mooi dat deze...
wat subtieler was. Ik vind het altijd wel fijn om hierbij een poeder over de highlighter aan te brengen. En dan blijft het resultaat zelfs heel erg mooi. Dus echt een hele mooie highlighting. Dan heb ik een blush van Essence. En dat is de Metal Grown Blush. Dat is deze blush. Ik heb hem in de kleur 30, de Beauty en de Bronze. Hele mooie blush. Ik vind ook die streepjes die in de blush zitten, het motiefje vind ik heel erg mooi. Het is een hele mooie, zachte blush. Het is niet dat je echt zoiets hebt van, wow, wat een opvallend iets. Hij is nog vrij subtiel. De kleur oogt wel donker, maar het valt best wel mee. Goed uit te blenden. Hele mooie blush. Ja, het echte chrome effect zag ik niet, maar ik vind de kleur wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Dan heb ik een bronzer en deze is van de Playboy. Ik heb hem nu nog even in de doosje zitten. Ik zal hem eventjes uithalen. Dit is een matte bronzing powder. Ik vind het doosje ook super gaaf. Ziet er zo uit. Dan heb je hier de bronzer. Zit ook een spiegeltje bij. En dit is dan de bronzer waar ook een bunny in zit. Een mooie kleur moet ik zeggen. Deze heeft dus een dubbele bodem. Ik ga even kijken of ik deze omhoog kan klappen. Ja, en hieronder zit dan nog een kwastje. Ja, ik gebruik dit nooit, want ik gebruik mijn eigen kwasten. Maar ja, wel grappig dat dat erbij is gedaan. Maar ik vind de kleur heel erg mooi. Fijn in gebruik, makkelijk te blenden. En het doosje ziet er gewoon super tof uit. Dus ook een hele mooie matte bronzer. Dan heb ik van Catrice de Brow Hero 2-in-1. Dit is een brow pomade en een camouflage waterproof. Ik heb hem in de kleur 010 Zo Gigi. Het is een creamy product. Je ziet al heel goed waar ik heb gedipt. Dit is de camouflage en dit is natuurlijk de brow pomade. De camouflage kun je bijvoorbeeld aanbrengen onder je wenkbrauwen. Om de lijn wat strakker te krijgen. De kleur is best intens. Ik vond het er best wel mooi uitzien. Ik was eigenlijk heel erg blij verrast. Want normaal hou ik niet zo van creamy producten. Maar dit product heeft me wel echt verrast. En hier was ik ook wel echt heel erg blij mee. Dus deze Brow Hero van Catrice. Dan heb ik een heel erg groot palet. En dat is het Ultimate Beauty Collection Make-up Paletten. Het is dit palette. Ik zal hem even uit de doos halen. Ik heb deze ooit bij de Action gekocht. Nou is het Action assortiment natuurlijk heel erg afwisselend. Dus ik weet niet of het nog te koop is. Achterop zie je de producten die erin zitten. Ik moet zeggen, ik vond niet alles uit dit palette fijn. Maar het meeste was ik wel heel erg blij mee. Er zit allereerst een grote spiegel in. Dan heb je bovenin de oogschaduwkleuren. Dan de rij zijn lipkleuren. En hieronder heb je nog poeders en blushes. De oogschaduwkleuren vond ik echt super mooi. Mooi blendbaar. Goed pigment. Mooie ooglooks kon je ermee creëren. De producten voor de lippen vond ik helaas iets minder fijn. Tenminste, sommige kleuren vond ik mooi, maar niet alles. Ze zijn niet super intens. Ze blijven wel lang zitten, maar het aanbrengen vind ik altijd wat lastiger. Omdat het creamy producten zijn. En de poeder en de blush, daar was ik gewoon tevreden over. Die vond ik eigenlijk gewoon allemaal heel erg mooi. Fijn dat er ook meerdere kleuren poeder in zitten. Dus eigenlijk voor elke huidskleur wel eentje die past. Wat dat betreft wel een mooi palet. Misschien iets minder jammer van de lipproducten. Maar ja, je houdt ervan of je houdt er niet van creamy lipproducten. Dus dat is iets wat persoonlijk is. Dan heb ik een long-lasting lipgloss van het merk Nordshow. Ik kocht deze op AliExpress. Hij kwam ook binnen in een doosje. Ik heb hem in de kleur 02 Candy. Hele mooie matte lipgloss. Zo ziet de verpakking eruit. Eigenlijk gewoon heel basic, maar dikke prima. Hij valt onder de lipgloss, maar hij is dus mat en daar hou ik van. Heeft een prima applicator. Hij ziet er zo uit en de geur heel erg lekker. Hij ruikt totaal niet chemisch. Echt ruikt heel erg lekker. Heel mooi kleurtje. Blijft
mooi lang zitten. Ik moest echt boenen om hem eraf te krijgen. Dus hij is echt wel long lasting. Hij had misschien nog wel voor mij wat intenser gemogen. Maar dat is ook gewoon de kleur waar ik voor gekozen heb. Maar ik ben ervan overtuigd dat je op AliExpress zeker hele mooie lipproducten kunt kopen. Dan ben ik toegekomen aan het allerlaatste product. En dat is van Catrice. En dat is de Light in a Box Highlighter Palette. Dat is dit palette. 010 It's Glow Time is de naam die erbij staat. Achterop zit een kleine tutorial waar je highlighter kunt aanbrengen. Dit zijn 4 highlighter kleuren met een special effect topcoat. Dit zijn de kleuren. De highlight kleuren vind ik echt heel erg mooi. Zie je allemaal heel mooi terug op mijn gezicht. Echt heel erg mooi gedaan. Die special effect topcoat die weerleg ik niet helemaal. Want je ziet er niet echt wat van terug, moet ik zeggen. Misschien is het meer om de highlighter te beschermen. Maar ja, of het echt een functie heeft, ik vraag het me af. Omdat ik er gewoon niks van terug zag. De kleuren zijn heel mooi. Ik vind het doosje ook heel erg mooi. Echt een heel erg mooi palette. Met hele mooie highlight kleuren. Het zijn misschien wel wat gewaagdere kleuren. Maar je moet hier ook van houden. En je moet het durven dragen. Maar je kunt het zeker heel erg mooi combineren bij bepaalde make-up looks. Dan waren dit alweer al mijn favoriete producten van mij. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben blij dat ik deze video heb opgenomen. Want nu kan ik alle producten weer in de laadjes gaan leggen. En kan ik de nieuwe producten van juni weer gaan verzamelen. Sorry voor het beeld. Mijn camera heeft heel erg moeite met scherpstellen vandaag. Ik weet niet wat het is. Dus het kan zijn dat ik heel wazig ben. Maar ik heb heel erg mijn best gedaan om het helder te krijgen. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. En als je dan ook op het belletje drukt, blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video. Zodat je een melding krijgt. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!